Hoi, welkom bij de Man Cave. Vandaag deel 2 van Outlast. Ja, het is 1 uur 's nachts trouwens. Het is 1 uur 's nachts, dus als we schrikken. Ik was heel moe, maar ik ben benieuwd of we nu in één keer helemaal klaar wakker zijn en niet meer kunnen slapen zometeen. Iedereen zegt het gaat scary worden. Dus ja, ik zeg veel comments al. Ja, ik ook. Ja. Ik heb er zin in. Jij ook? Ja. Mooi. We gaan morgen op huwelijksreis trouwens, daarom zijn we het nu zo laat aan het recorden. Speciaal voor jullie. Speciaal voor de kijkjes. Oké. Okay. Yes. Waar zijn we? Waar is dat briefje wat we... Ja, waar is dat briefje? Is dit niet waar we eerder liepen al? Dit is waar we zijn begonnen. Soort van. Ja, inderdaad. Gewoon, ik denk als je gewoon doorloopt dan... Ja, en dan krijgen we jullie stomme tv weer. Ja, ja, boeken, inderdaad. Voor de rest is er niemand. Daarachter gaan we niet op wachten. Oh, mijn ding staat nog aan. Ik heb hem recorder. Die staat toch de hele tijd aan? Nee, die denkt toch uit. Oh, zo. Ja, dat waren wel echt goede tips bij de comments. Van je hebt er niks aan om het zo te recorden en zo. Nee, inderdaad. Het gaat erom dat je de night vision gebruikt. Yep. Oh, die hebben we nu wel. Ja, daar was een briefje. Ik haat het. Als je dan weer een klein stukje moet doen, dan is het echt zo van, ik weet het niet meer. Ja, same. Maar hier was het. Was de telefoon. Oh ja. En daar hebben we ook wat gepakt, ja. Oké. Nou, ja, hier waren we gebleven. Kunnen we bukken? Ja. Ja, zo zou dat gat ook doorgaan. Er is helemaal bloed, voet... Sporen. Fijn. Dan moet je daar doorheen. Proberen? Nee. Cola-apparaat en zo. Wil je daarin? Ja, echt hè? Wat was die piep? Ja. Ja, ja, zo'n deur. Oh. Oh, daar is iets in gaan kruipen. Fijn. Gaan we daar ook heen dan? Ja. Hier kunnen we helemaal niks. Kan je niet iets uit de automaat pakken of zo? Nee, knippert niet. Oh, daar kunnen we ook in! Wat fijn dit! Ja, zullen we deze deur ja, nemen? Ja, zullen we... Wat? Deze deur? Die kunnen we daarin? Nee, dat kan niet. We moeten wel. Fijn! Heel fijn. Zin in. Oh nee. Wow, ja, dag! Ja, dag. Oh, oké. Okay. Daar okay. Kunnen we niet. Ja, totdat je hem nog een keer aanzet en dan is het creepy. Ja, echt, hè. Wow. Oh. Iemand die... Helemaal die verbrand? Toch? Flinkt op was zo. Dat niet? Dit is toch een psychiatrische... Ja, dat is waar. Maar hij leek wel verbrand. Drap. We zijn wel heel erg hard aan het hijgen. Ja, ik wou zeggen, waarom zijn we zo aan het hijgen? Ik denk dat hij in zijn broek poept. Saving, uh-oh. Daar zit iemand. Waar? Daar beneden. Dat? Zit daar niet iemand? Ja. Die doet niet veel meer. Die is dood. Ja. Die is inderdaad dood. Wow, dat is handig. Dat ik dit zo even bedenk. Ja, die is dood. Fijn. Door je mensen. Oké. Library. Ik vind dat niet heel eng of zo. Zo'n stukje tuin. Tuin niet. Eww. Daar. Ja, dat is een lijk. Die hing daar. Ja, en daar hangt er nog een. Die hangen zichzelf allemaal. Hoe is dat zelf? Waar heb je een nightcam aan dan? Oh ja, oh, daarom leek het me wel een goed daar idee. Daar hangt weer iemand. Ja. Wat is het, op zijn kop? Huh? Ja, die is dood. Die heeft geen hoofd. En daar hangt er nog één. Ja, hier hangt waarom hangen er zoveel mensen hier? Ja, omdat ze allemaal... Maar allemaal? Ja. Zelf dit hebben gedaan? Wow, hier liggen er heel veel. Huh? Oké, okay, die houden we vast. Oh, die leeft nog. Oh, hij is gespiesd. Wie?
Oké. Ja, dus lak hem in. Heeft hij nog? Nee, die is dood. Oké, we kunnen. We have. You can't fight them, you have to hide. Ja, oké. Oh, leuk, moeten we. Ja. Yeah. Verstoppen. Het is gewoon een gang weer, toch? Waar we net zijn. Ja. Zo, nu het ding door. Oh ja. Ook zo. Oké, er zijn allemaal dode mensen die gespiesd zijn en zo. Ja. Dus dat heeft, wie heeft dat dan gedaan? De medewerkers van juist? Ja, hij zei iets. Hij noemde een naam of zo, leek het wel. Ik durf nergens nu. Nee, gewoon... ik wou zeggen, ik durf nergens te kijken. Überhaupt. Gewoon alles in night vision doen. God, dus daar moet je wel night vision gebruiken. Daar kunnen we gewoon heen. Ik ben bang voor het moment dat die batterij uitvalt. Ja, maar we hebben toch een batterij gevonden toen? Oh, ik dacht dat deed hij er gelijk in ofzo. Oh, nou, dat zou ook nog wel kunnen. Niet weer naar spies, meneer. Nou ja, maar misschien hebben ze hier batterijen. Hier, daar hangt hij. Arme meneer. Donker in? Ja. Ja, moet maar. Nou, we kunnen ook naar links. Oh, shit, die hebben we wel nodig. Maar... kijk eens. Wat is dat, batterij? Ja. Of niet? Ja, het is één batterij. Yes. Oh yeah, en een hand. Oh, die heeft het aan ons gegeven, denk ik. Oh. Hé, maar de batterij is nog steeds bijna op. Ja, je moet hem vervangen, denk ik. Moet ik dat doen? Ja. Ja, inderdaad. Nou, oh ja, ik heb het gedaan. Wacht wel eens tot hij uitvalt. Ja, te laat. Ik heb het nou al gedaan. Okay. Oh. Ik wil gewoon helemaal nergens heen. Ga gewoon. Nee. Oh, oké. Wacht, maar niet... niet ernaast? Nee. Je weet het niet. Oké. Okay. Dat vind ik wel fijn, hier heb je tenminste gewoon niks. Licht. Oh zo, ja. Zo, je hebt een groot? Oh! Zo! Hoe noemde die ons? Little thing of zoiets? Little thing, little thing. Ja, yeah, little fake. Fake, denk ik. Oeh! Who are you then? Is dat de dokter? Zie je hem weer? I see. Merciful God, you have sent me the apostle. Guard your life, son. You have a calling. Oh, dan. Huh? Escape the asylum. Access security control to unlock the main doors. Okay. Oh, dat is nu ons ding. We moeten eruit zien te komen. Yep. Oh, I'm inside. I'm inside. Bodies everywhere. Blood. Burn marks. Headline up like bottles behind a bar. Dead mark of scientists hung. Oh, dat zijn de scientists! Oh. Hung from the ceiling. Their badges say mark of advanced research system. Markov's longtime MO has been profitable charity. Fuck the world and burn on a billion. How did Markov think they would make money off a building full of crazy people? Hmm. Some kind of tactical cup pin. Yeah. Like a pin. Oh, that's what the man do. And then dies. Would have been a good thing to hear what I could still leave the way it came. Okay. Je moet eruit zien te komen en je moet naar security dus. Is het niet security? Nee, dat is de ingang. Ja, die leeft niet. Wat gaat die geluiden ook als je er langs loopt? Ja. We kunnen hier dus niet uit nu. Oh, die lichamen gewoon op Florida. Staat er? Proclaim the gospel. Er is ook een security guard. Ja, die zagen we van boven. Ja. Ja, dat is het. Documents. Oh. Wat? Oh, nee. The matter of seizure of... Mount Massive Psych...
psychiatrics and the Murkoff psychiatric. Catastrophic security failure of psychiatric center with immense danger. Affidavits? Yeah, affidavit. Oh, here, you are. Affidavit made before the board of direction of Murkoff Headland Security. You are hereby required to grant MHS full access to all facilities and surrender complete authority to its agents. Okay, dus ze hebben een soort van boete gehad. Ach. Ja. 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 Maar bam, dat hebben we mooi te pakken. Die ligt ook niet meer. Daar kunnen we niet heen. Hier wel, want het is open. Doei. Waarom niet? Ja, dat is ook kan. Security dingen en zo. Ja, maar we kunnen kennen. We kunnen ook hierheen. En dan? Ja, geen idee. Nog maar creepy dingen. Wil je naar de security gedeelte? Ja, daar moeten we heen. Dat is het doel toch? Zit wel. Iedereen is gewoon dood op het hele pand, iedereen. Nou, behalve die ene enge dude en die ene enge andere dude. Ja, laten we hem daar maar kruipen. Oh, hier moeten we vast iets van documenten kunnen vinden. Denk je? Zal ik dit even uitdoen? Ja, je kan gewoon lopen, toch? Ja, we kunnen gewoon lopen, maar zou deze dude niet nog leven? Echt, hè? Nog ineens, nou. Ja, ik dacht ik loop maar gewoon op hem af. Er ligt hier niks te knipperen, we kunnen hier niks pakken. Ligt wel in de grond. Ja, ik loop er gewoon even rustig af heen. No biggie. Just a dead body. Camera misschien aan even? Daar ligt wat? Of niet? Leek het wel op, ja. Oh nee. Ben je nog meer dead bodies? God, ik schrok gewoon van dat ik hier overheen liep. Hier, daarachter misschien. Oh, daar. Ja, nee, dat, pakken. Nee, dat is dat stickertje op de... Oh, dat is weer dat sticker in. Okay. Ja. Magazijn, oh. Nou. Maar we kunnen echt naar zoveel plekken. Oh, daarachter is één. Nee, er is iets wat licht geeft. Ja. Ga even uit die camera dan. Wil je documents? Roughly 2000 ppm. Was safety progress beyond stage 3 hormone schedule. Dreams. Oh, dat is dat hele dreams gedoe van hem. En MRI scans consistent with patients reported dreams in that. Walker was interviewed in restraints following his self-inflicted mutilations. Wow. The skin ripped from his forehead allows for true way of seeing. True lizards? Huh? Huh? Seems to have some boyhood experience with lizards and their parietal eyes? Ja, het is iets met het derde oog of zo. Zij heeft zijn huid eraf getrokken lijkt het wel. Attending orderlies should be advised to watch for further self-mutilation. Oké. Okay. Gaan we verder deze kant? Ja. To peak. Waarom vertel je me dit? Waar moeten we pieken? Ja, doe maar. Doe maar de ene kant en de andere. Bij de eentje gaat er zeker wat uitkomen. Ja hoor, daar heb je iemand. Die staat daar. Ja, die hebben we. Dat is die ene, dat is die ene die we zagen. Oh! Nou. Zoek het lekker uit. Gaan we naar de andere kamer even? Heel hard daar rechts gereden. Maar we hebben nog andere kamers, hè? Ik vind best. Goed, we kunnen overal naartoe. Ja. Kunnen we even doen? Ik denk dat het de bedoeling is dat we naar de meneer toe lopen. Ja, uiteindelijk wel, maar misschien ligt daar nog een batterij of zo. Toch? Ja. Zometeen enge dingen, eerst praktische dingen. Ja. Ja, dat zeg je nu, en dan zien we straks denk ik iets anders eens. Ja, die kans zit erin, ja. Ah, kijk eens, batterij. Ja, top.
Kunnen we even naar buiten kijken? Ah, ja. Oh, ja. Oké. Okay. Even kijken of daar nog wat is. Oh, hier is vast wel wat. Een wc. Ja. Yeah. Oh, shit. Dat donker is zo niet, joh. Ja. Bloed. Nee, je moet denk ik toch echt naar die ene meneer. Ja, je kan ook nergens heen, denk ik. Nee. Nee, dan gaan we gezellig naar die meneer. Bommelen. Oh, daar kunnen we ook nog heen. Er zijn wel echt heel veel plekken waar we heen kunnen trouwens, hoor. We kunnen zelfs naar beneden. Leuk, die ongekieperde car. Maar dus weer zo'n enge stoel, net als in Layers ja. of Fear. Ja. Ik zeg, laten we inderdaad naar de onze grote vriend gaan. Waarom hijgt hij zo extreem? Ik was niet aan het rennen. Ja, oké, okay, maar hij hijgt toch nog een drie... Nee, ja. That's drie? Me too. Drie stappen. Me. Me. Loop op hem af, heel langzaam. Gewoon hem, ja? Kunnen we hem niet laten schrikken? Gewoon moe. Echt, hè? Kom maar doen. Daar is niemand, toch? Nee, daar is niemand. Nee, dit is gewoon... Loop naar de meneer en laat hem schrikken. Kijken wie bang maakt. Waar moet je nou hijgen? Ja. Hou nou je mond. Anders zou je gewoon lekker echt, hè? Oh, hij gaat zo omdraaien. Ik ga gewoon staan. Ik ga hem gewoon pakken. Hier voor je. Wat dan? Oh, er gebeurt niks. Hallo? Oeh, nee, hij gaat nee. Oh, daar komt hij. Hij doet niks. Dit is een beetje zielig eigenlijk dit. Ja, kom. Oh, die pakt je van achter straks. Dat kan wel gebeuren. Kijk die ribben. Zullen we naar de andere kant gaan? Waarom moet deze man zo hijgen? Kunnen we het niet uitzetten of zo? Echt, hè? Hij staat straks achter ons, Wendy. 3, 2, 1. Oh nee. Shut up. Godsamme. Je maakt het echt heel erg awkward allemaal met dat geheim. Nou, we moeten die man wel niet denken, joh. Oh. 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 Oh, dit is gewoon een groep. Yo, waar kijken jullie naar? Oh, dang. Wat hebben jullie met jullie gezichten gedaan? Wat doen jullie jezelf aan? Ja, ik nog de engste. Of je nee. Wacht, ja. Oh, dat geluid ook. Doen jullie dat met z'n drietjes zoveel geluid maken? Ik vind het een beetje eng hoor dit. Redelijk, ja? Ja. Hé, maar kan ik die deur gewoon dicht doen? Waarom zou je dat willen? Zodat ze niet op ons aankomen. Oh. Hé, hey, daar heb je ons vriend weer. Ja. Nou, open hem even lekker. Wacht even kijken wat hier is. Met deze exit. Moet weg toch? Ja, dat gaat niet zo makkelijk. Oké. Okay. Daar zit weer iemand? Er zit weer iemand, toch? Oh, die zat. Oh, ja, nou, daar zat iemand. Er zit hier wel een gat in de muur, of niet? Waarom moet je zo... God! Als hij nog beweegt, vind ik het knap. Oh, hij heeft wel iets. Oh! Keycard, security yep. control. Oh yeah. We hebben hem. Oh ja, even kijken. Oh, oké. Okay. Die onderste toch? Nee, ja, want anders zou dit groen zijn. Reporter's notebook. Weer een telefoon. Zijn die wel dat we wat hadden? Wacht, oh. Ja. Oh, oh. Hey. Dat zie ik even mooi daar. Hé, hey, een batterij. Ja. Pak hem dan. Je moet kruipen, denk ik. Ja, dat ben ik aan het doen. Nee, je staat op de glazen tafel nu. Je moet eronder kruipen. Ja. Fijn. Oef. Doei. Doei.
Oké. Okay. Oh, kijk, als het donker wordt, dan ziet hij niet zo heel duidelijk. Zie je dat? Mhm. Dat is als je cheat en het licht te hoog zet. Ja. Oh, die geluiden, ik vind het afschuwelijk. Dank voor die batterij, doei. Dag. Even de rolstoel, meneer. Ja. Kan ik jou slaan of zo? Ja. Heb ik hem geslagen? Ja, ik heb het gedaan. Hier, ga je nog een keer slaan? Nee, maar... Ik kan hem niet nog een keer slaan. Just saying. Waar is die? Waar is die? Ja, aan jouw been of zo. Van hier. Het is echt heel naar dit. Ja. Zullen we volgende keer verder gaan met hijgen en jou laten schemen? Ja, ik vond dit serieus al één genoeg voor één aflevering. Echt waar. Wat? Dit is echt niet leuk hoor. Dit maakt er wel veel herrie, hè? Even, kunnen jullie, zonder spoilers, gaat dit nog erger worden? Ja. Ik vind dit al nog erger dan het hele vorige spel wat we hebben gespeeld. Ze hebben gezegd van wel. Oh. Dus. Nee, is niet leuk dit. Ik haal hier geen entertainment uit. Ik haal hier geen plezier uit. Ik doe dit niet voor mijn lol. Ik word hier hostage gehouden om dit te spelen. Nee, oké, ik doe wel vrijwillig mee. Maar het is niet, ik vind... Nee. Leuk. Leuk, hè? Leuk. Dat zijn van die dingen die doe je gewoon echt als je in een relatie hebt. Als we getrouwd zijn. Ja. Laat weten of jullie willen dat ik erbij blijf vanaf nu. Tuurlijk moet je erbij blijven. Maar ik vind het echt eng. Anders is het alleen als ik dan schrik. Oh. Oh. Jij laat nog een beetje wat emotie zien en zo. Kan ik niet doen als man zijn. Dus, ja. Kan niet. Ik vond het leuk. Er waren een paar aardige mensen, er waren een paar onaardige mensen. We hebben wat rijen gevonden, documenten. Wat wil je nog meer? We hebben een beetje gefilmd. Hij is gewoon aan het vloggen. Oké, als je het zo bekijkt dan. Het is gewoon een vlogger. Nee. Dus, jullie allemaal bedankt voor het kijken. Schat, je bent weer super goed. Je bent echt super stoer en weet je, niet bang. Dus dat is wel heel cool. En ik heb je ook geen één keer horen gillen. Dus, thanks. Yay. En dank jullie wel. Zien jullie volgende week weer. Doeg!